Kees, bij afwezigheid van Peter, sta jij voor onze camera. Afgelopen zaterdag, Quick Boys. Hoe heb jij de wedstrijd doorleefd? Ik vond het wel, van onze kant wel een sterke wedstrijd. Eigenlijk het tactisch concept wat er uitbedacht is, vind ik dat het vrij goed gewerkt heeft. Dan zou je zeggen, ja, maar je verliest toch met 2-0. Maar ja. Een wedstrijd spelen tegen Quick Boys, waarbij je geen kansen weggeeft en waar alles goed verloopt voor jezelf. Waarbij Quick Boys machteloos zou zijn, die maak je Quick Boys niet mee, denk ik, in deze afdeling. Dus helaas ook hier die wedstrijd verloren. Inderdaad verloren. Inderdaad, het zag er goed uit. Tactisch, ja, het was net die ene kans die we misschien net misten om... of de mogelijkheid te creëren om die kans te missen. Is dat een manco bij Spijkenissen? Nou, dat is niet per se een manco hoor. Kijk, natuurlijk hebben we wel wat mogelijkheden en kansjes gehad tegen Quick Boys. En dat is net zoals op ieder niveau. Niet elke kans is een goal. Dus, en het is bij Spijkenissen niet anders. Aankomende zaterdag, Xerxes. Wat verwacht jij van, samen natuurlijk met Peter, van jullie manschap, dat wij die 3 punten gaan binnenhalen? Nou, het is nogal simpel. We hebben voor de derde periode hebben we gelijk gespeeld bij Haaglandia. En we verliezen van Quick Boys. Dus er zijn nog 7 wedstrijden te gaan. En willen we wat bereiken in de vorm van een periode of een... eventueel een vervangende periode, nou, dat is zaterdag na de wedstrijd al aangegeven, dan moeten we aan de bak. En dan is het gewoon zaak dat je, nou ja, ik zal niet zeggen niks meer mag verspelen, maar niet veel meer. Dan eigenlijk nog wel een belangrijk punt. 2 opvallende namen die afwezig waren afgelopen zaterdag. Jefke Schenk en je aanvoerder Bart Vermeijen. Hoe is het daarmee? Nou, die hebben vanavond weer getraind. Dus die zijn op de weg terug van een blessure. En we gaan kijken of dat die fit genoeg zijn. Maar dan verwacht ik wel dat ze donderdag gewoon de hele training mee kunnen maken. Dus wat dat betreft is de groep fit. En jongens zoals Tim van der Leijn, want daar hebben we het een hele tijd niet over gehad. Weinig van gezien. Tim van der Leijn die heeft weer wat minuten in onder 23 gemaakt. Afgelopen dinsdag 1 uur gespeeld. De zaterdag ervoor 1.5 uur gespeeld. Dus die zat aardig in de opbouw. De trainingen verliepen gewoon voorspoedig voor hem. Dus dat ging allemaal goed. Alleen afgelopen zaterdag is hij uitgevallen met een blessure. En of dat weer dezelfde knieblessure is of een andere blessure. Het is wel aan dezelfde knie, heb ik begrepen, maar dat is even afwachten. Dat is wel, dat is wel triest voor de jongen als dat zo zou zijn. Dus we zouden eigenlijk, misschien is het een beetje te hard uitgesproken, maar je zou, als het weer dezelfde knie is, kunnen zeggen van het is gewoon einde voor het seizoen voor hem. Nou, daar ga ik niet over oordelen. Daar hebben we deskundigen voor lopen om die blessures te beoordelen en daar een herstelpad in te gaan bepalen. Dus daar kan ik geen uitspraken over doen. Kees, dankjewel. Maar van der Pluim, afgelopen zaterdag Spijkenissen Quick Boys. Leuke aantrekkelijke wedstrijd. Eigenlijk 65% van de tijd Spijkenissen. Hij ging er helaas niet in. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd? Nou ja, ik vond het een goede wedstrijd van onze kant. Het stond tactisch ook goed. Dat zag je ook. Pas na hun eerste wissel. Zag je dat wij wat moeilijker kregen en toen we ook gelijk daarna de 1-0 maakten, was het bij ons denk ik een beetje... hebben we nog wat geprobeerd met extra aanvallen te gaan spelen, maar daarna komt de 2-0 en is het klaar. Dus je kan eigenlijk van de trainer van Quick Boys kan je eigenlijk wel spreken eigenlijk van een gouden wissel. Want het was Jaap van der Plas, nummer 14, die binnenkwam. En ja, ik denk een 3-4 minuten later, hij krijgt een prachtige kans en legt hem er gelijk in. Ja, nou ja, dat was het zeker zo. Het was een goede wissel. En daarna ook nog een goede wissel, want die geeft de assist op de spits en die kopt hem binnen. Dus hij mag ook een keer goed wisselen. Normaal doen wij het. Het goed wisselen, daar hebben we altijd wel een handje van. De laatste minuut pakken wij al nog wel eens een goaltje. Even over het scoren zelf. De laatste tijd krijg je misschien niet echt de mogelijkheden. De laatste echte mogelijkheid voor jou volgens mij was de wedstrijd tegen Deltasport. Is wat met jou aan de hand? Ben je niet helemaal fit? Nee, ik voel me eigenlijk wel lekker. Alleen de eerste 2 wedstrijden na de winterstop was het een beetje dat ik niet helemaal fit was. Maar
Dat lag niet, daardoor is het niet zo dat je niet scoort. Ik heb niet echt de kans gehad. Eentje tegen Deltasport. Die had ik gewoon normaal moeten inschieten in plaats van over de keeper proberen te liften. Maar voor de rest heb ik twee wat mindere wedstrijden gespeeld. Nou ja, daar ben ik ook voor de tweede keer nu volgens mij gewisseld. Dat was tegen Haaglandia. En zaterdag vond ik het voor mezelf alweer lekker gaan, gelukkig. Dus, Ja, en dan nu natuurlijk de wedstrijd van aankomende zaterdag. Uit tegen Xerxes. Stugge ploeg, lastige ploeg. Kan volgens mij van iedereen winnen. Bijvoorbeeld tegen Noordwijk. Hoe ga je naar die wedstrijd toe leven? Nou ja, we hebben veel vertrouwen, denk ik, sowieso uit deze wedstrijd nog steeds. Ook al hebben we verloren. We hebben het thuis tegen Xerxes ook aardig gedaan. Heel stom dat ze nog zo terugkwamen, maar ja. Dat was echt een doelpunt, Verstijn. De rust 4-1. Ze komen redelijk snel terug naar 4-4 en dan opeens Shane. Ja, dus lastig ploeg. Gaat via iemand, dan gaat hij er altijd in. gewoon puur in die wedstrijd, gewoon alles op focus. Zoals elke wedstrijd. Er komen nog een paar, hoe kun je noemen, finales. Je moet gewoon zoveel mogelijk punten nu proberen te halen. En dan blijf je gewoon mooi boven meedoen en hopen dat er wat gebeurt daarboven. Dat iemand de periodetitel pakt en dat wij eentje overnemen. Oké, Marvin, bedankt en tot zaterdag.